Dit bedrijf zorgt er met zijn innovatieve fietsontwerpen voor dat fietsen een hele andere dimensie krijgt. Een perfecte pasvorm tussen mens en fiets is mogelijk met dit nieuwe ontwerp. Data is een enorm essentieel onderdeel van onze hele business. Als je beweert, marketingtechnisch, dat je een van de snelste fietsen in de wereld hebt ontworpen en geproduceerd, dan moet je dat ook echt staven met data, analytisch en onafhankelijk kan tonen. Cool Cycle is een bedrijf wat fietsen ontwerpt en produceert voor het zeer competitive segment. En dan met name specifiek triathlon. Uiteindelijk ons doel is om voor de atleet de best mogelijke performance te creëren. I'm a design engineer. My specialty is in composite structures, so composite materials, using those things. That led me into motor racing and Formula One. So I worked on the cars of Jos Verstappen, Michael Schumacher. So I was very fortunate to follow Michael's career from Benetton to Ferrari. We can make, air is pretty stupid stuff. And so we can, when a vehicle's moving through the air, obviously we have to get the air out of the way. And so the front of the vehicle, the front of the car, whether it's a Formula One car, your own road car, or a triathlon bike, the front of the vehicle is the most important part in demonstrating to the air where you would like it to go, to get it out of the way. So the design concept was to create something that would direct the airflow down the bike and around the rider. We did that by capitalizing on the introduction of disc brakes, which allowed us to move the whole front of the bike where the steering and the handlebars mount between the rider's arms and into the shadow of his torso, which is further back down the bike. We denken met het model, de TF1, eigenlijk innovaties op drie vlakken. Allereerst puur het product technisch, waarin we de voorkant van de fiets in eenzelfde soort vergelijking als wat er in de Formule 1 gebeurt met de vleugel, hoe de wind tegen de auto aankomt en hoe de wind om de auto heen begeleid wordt. Dat hebben we met een fast Airstream technology. Twee is meer het productieproces. Samen met fitters, de authorized fitters waar we mee werken, bouwen wij de fiets op de atleet. En in dat hele build-to-order proces introduceer je wel een heleboel nieuwe zaken die normaal gesproken in de fietsindustrie niet zo standaard zijn. Ja, yeah, this one is better or the previous one? Nou, bij triathlon heb je dat je eerst zwemt, daarna fiets je en daarna hardloop je. En op de long distance triathlon praten we over bijna 4 kilometer zwemmen, dan 180 kilometer fietsen en daarna loop je nog een marathon. Dus het zijn drie behoorlijk lange afstanden. En dan wil je juist in het fietsenonderdeel comfortabel, maar toch snel op de fiets zitten, omdat je daarna die hele marathon nog moet lopen. Uniek aan triathlon is dat we niet gebonden zijn aan de UCI-regels. Dus de fietsen kunnen we eigenlijk vrijwel compleet designen zoals het snelst te maken is, aerodynamisch gezien. En dat kan niet bij zogenaamde tijdritfietsen. Triathlonfietsen kan dat wel. Dus je kunt alles maken zoals je zelf wilt, zonder dat er verder regels aan gebonden zijn. Dit is een proces waar je van droomt. Als je jarenlang in de retail hebt gezeten, met atleten hebt gewerkt, dan werk je altijd met producten die andere mensen gemaakt hebben. Maar om dan samen met iemand als Richard je eigen product en een fiets, wat toch een complex product is, van de grond af aan te designen, te bouwen, met alle prototypes en dan langzaam het in de markt zetten. Ja, voor mij is het een jongensdroom. En ik hoop hier nog heel veel jaren mee bezig te zijn.